Maar liefst 1573 bewoners van de Noordrand hebben zich in november en december uitgesproken via de enquête van Noordrand 2025 over hun woon- en winkelwensen. Daarmee heeft meer dan 26% van de 6000 huishoudens gereageerd. Op woensdag 26 februari worden de uitkomsten aangeboden aan de wethouder Fahid Minas. Wat doen jullie zoal? Ik ben onderdeel van de bewonersgroep Noordrand 2025 en wij hebben de enquête georganiseerd. Wij denken graag mee over hoe onze wijk er over 5 jaar uit zou kunnen zien. En hoe is de organisatie ontstaan? Van oorsprong vanuit het wijkoverleg. Daar hebben we in 2016 de eerste enquête georganiseerd. En we waren eerst 2 groepen, van Spaarland en van Woudhoek. En omdat we eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen hadden, zijn we samengevoegd tot 1 bewonersgroep. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een enquête te houden? Van oorsprong vanuit de wijkregisseur Marcel Kreuger. In 2016. Daar was ook veel respons op. Dat 90% van de mensen Noordrand een fijne wijk vond. In 2019 wilden we toch wat verdieping aanbrengen in de vragen die we destijds hadden gesteld. Zo zijn we eigenlijk weer op een nieuwe enquête gekomen. Dit keer geconcentreerd op wonen, het nieuwe huisartsencentrum en het Hof van Spaarland. Wat verwacht u dat er gedaan wordt met de antwoorden op de enquête? We gaan ze vandaag aanbieden aan de gemeente Schiedam. De reacties waren positief, dus we hopen wel dat dit van invloed is op het beleid van de gemeente. Maar ja, uiteindelijk gaan we daar niet over. Dat is aan de gemeente. Maar ja, dit laat wel aan de gemeente zien wat er leeft in de wijk Noordrand. Dus in Spaarland, Sweaapark en Woudhoek. En voor welke groep zetten jullie zich vooral in? Wij zetten ons in voor heel de Noordrand, hè? Noordrand 2025, want dat is onze wijk en daar wonen wij in. De enquête heeft zich dus nu gericht op wonen en dan zie je dus zowel voor de jongeren als de ouderen dat die wensen hebben waar wij ons voor willen gaan inzetten. En hoe wilt u de belangen van ouderen en jongeren gelijkstellen? Dat is niet zo makkelijk, maar wat je wel ziet is, vooral in dat stuk wonen, is dat het belang van de jongeren is dat ze graag willen doorschuiven naar een eensgezinswoning. En het belang van de ouderen is dat die wonen in een eensgezinswoning en best wel zouden willen verhuizen naar een appartement, mits voldoende woonruimte, mits voor ouderdombestendig. Hè? Dus ja, dus daar zit wel een gemeenschappelijk belang. Wethouder Minas, u heeft net een rapport gekregen van Noordrand 2025. Wat vindt u van dit initiatief? Ja, ik vind het geweldig om te zien dat er actieve Schiedammers zijn die met ons als gemeente willen meedenken hoe de stad eruit ziet in de toekomst. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van. De resultaten die in de enquête staan, die zullen ons helpen bij toekomstige ontwikkelingen voor Schiedam-Noord en het gebied rondom het Hof van Spaarland en het Bachplein. En wat gaat u met deze enquête doen? Wat we met de resultaten van de enquête gaan doen, is dat we die gaan betrekken bij de huidige planvorming waar we mee bezig zijn. De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd om na te denken over de toekomst van het Hof van Spaarland als winkelcentrum en het Bachplein wat daar heel erg versteend bij ligt. Er is heel veel vraag naar goede woningen in Schiedam. En uit de enquête is onder andere gebleken dat er heel veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen. En ik denk dat het heel mooi is als we die vervolgens kunnen realiseren op het Bachplein. Ik kan dan aannemen dat u de informatie gaat verwerken. Wanneer kunnen we u nog voor reactie vragen voor de resultaten? Wat wij als college gaan doen is, we hebben gezegd dat Hof van Spaarland en Bachplein, dat willen we zo snel mogelijk revitaliseren, dat winkelcentrum verbeteren en op het Bachplein een nieuw programma neerzetten. De resultaten uit deze enquête geven eigenlijk ook al een goede richting in wat voor programma dat zou kunnen zijn. Wij hebben daarnaast onze eigen cijfers en eigen participatieronde die heel veel soortgelijke informatie heeft opgeleverd. En dat gaan we nu de komende tijd uitwerken in een plan. En we proberen eigenlijk in het derde kwartaal van dit jaar naar de gemeenteraad te gaan en voor te stellen of we dat plan ook daadwerkelijk mogen uitvoeren. Dus in het derde kwartaal kunnen we bij u terugkomen? Ja, zeker.